Hallo allemaal, wij zijn de Lions from Amsterdam en wij gaan vandaag verder met Sylvanian Family deel 2. Dus laten we gelijk beginnen, ik heb er zo'n zin in. Dus op naar de Sylvanian Family deel 2! Oké, er was een meisje, dat meisje dus, Ines, en die zat op de gang en die lag in haar bed. Maar die hoorde opeens gekraak op de trap. Willen jullie meer weten? Blijf dan vooral kijken. Wat is dit nou? Wie loopt er op de trap? Hallo! Kom mee. Oh, het was mama. Kijk maar. Ze loopt. Ze slaapt wandelt. Oh. Springt op het dak. Staat op de schoorsteen. Ze is aan het slaapwandelen. Straks valt ze nog van het dak. Wakker worden, mama. Je was aan het slapen. Ja, ik weet het. Ik ga weer slapen. Dat moet het deze nog ook op worden. Ik ben zwanger. Mama! De mama is zwanger. Naar het ziekenhuis. En we zijn in het ziekenhuis. En ze komt weer terug met een jongetje. En naam is Doerak. Yay, mami is er weer. Met een kleine baby. Hoe heet die mami? Doerak. Nee, ze gaat het bad. En kom, dit was het Doerak. Bed van Doerak. Dit is het bed van Doerak. Ik krijg nog een baby. Nee. Nu is het tabert. Nu krijg ik opeens een baby. Mijn zus, alsjeblieft. Ja, mijn zus. En zij komt weer terug met een meisje. En haar naam was Mimi. De lamp valt. Dit is Mimi's bed. Mijn lieve zusje. We zijn inmiddels een dag verder en tante en oom die waren failliet van hun huis. Dus kwamen hier ook wonen. En die hadden ook twee baby's. Ik heb een baby. Tatu. En dat was niet ook een jongen. En die heette Pluizenbol. Nee, het was een tweeling. Een jongen en een meisje. Pluizenbol en Isabella. Wij komen bij jullie wonen. Pluizenbol slaapt hier en hier slaapt Isabella. Jullie zullen jullie misschien wel afvragen, waarom slaapt Isabella in een blauw bedje? Nou, dat is omdat Isabella de lievelingskleur blauw is. Dus dachten we, blauw bedje kan geen kwaad, toch? Mijn kinderen. Goed. En als jullie denken, hoe kunnen twee papa's en mama's samenwonen? Nou, er waren drie zussen. Dus ze zijn allemaal tante en ooms. Tante en ooms. Snappen jullie? Ja. Willen jullie nou meer zien van ons? Kijk dan natuurlijk lekker op ons YouTube kanaal. En blijf kijken. Word lekker abonnee. En geef een duimpje omhoog. En niet omlaag. Doei!